Onlangs is in de Arnhemse wijk Malburg het programma GO, dat staat voor Gezond Onderweg, van start gegaan. Het doel is om kinderen en jongeren met overgewicht in hun eigen omgeving te coachen naar een gezondere levensstijl. Woensdagmiddag vond er in het multifunctioneel centrum De Spil in Malburg een officiële startbijeenkomst plaats. Het is het probleem overgewicht, denk ik, dat het niet alleen maar in Malburg speelt. Het speelt in hele Nederland. Het is wel een hele grote probleem die aan het alleen maar aan het groeien. Het beperkt niet alleen maar in Malburg. Maar waarom zijn we gewoon in Malburg begonnen? Omdat in Malburg is het wel nog groter is dan een gewone wijken. In Malburg zijn er wel een echt achterstandswijk. En hoe lage sociale, economische status, hoe groot het probleem van overgewicht en obesitas. Gevolgen van overgewicht bij kinderen, het kan wel elke systeem van het lichaam wel aanraken. Het allergrootste probleem die wij het gewoon als zorgverleners dagelijks wel zien, is ernstige diabetes. Dat zien we gewoon steeds wel kinderen die diabetes krijgen op jonge leeftijd. Echt een diabetes type 2, dat betekent gewoon echt door de overgewicht diabetes ontstaan. Hart- en vaatziekten op jonge leeftijd. Dat is gewoon echt met kinderen die niet gezond leven en overgewicht hebben, krijgen ze op heel jonge leeftijd hart- en vaatziekten. Gewrichtsklachten, psychosociale klachten, dat de kinderen gewoon lage zelfbeeld hebben en depressieve klachten. En dat kan door overgewicht allerlei symptomen wel ontstaan. Die kan wel ook een concentratie wel aantasten. Het kan wel een hart aantasten. Het kan wel de gewrichten en de nieren aantasten. Maar het allergrootste probleem is die suikerziekte en hart- en vaatziekte. Voor het programma GO Gezond Onderweg ontbrak het aan coördinatie en samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij kinderen en jongeren met overgewicht. Kinderen kwamen veelal in het ziekenhuis terecht, met alle hoge kosten van dien. Dus eigenlijk de kinderen komen als eerste bij mij. Ik zie ze, ga gewoon met ze aan de slag. Dus het standaard eigenlijk over de voeding dat we praten. Maar daarbij wordt heel erg gekeken van hoe is het kind. Er is geen kind hetzelfde, er is geen gezin hetzelfde. Dus ook de aanpak is nergens hetzelfde. En in de loop van de tijd dat blijkt van ja, god, dat bewegen lukt eigenlijk helemaal niet. Dan kun je dus zeggen, hey, wacht even. We moeten toch de fysio erbij pakken. En niet dat het kind dan al een jaar bezig is. Dat gaat natuurlijk op korte termijn. Dat je snel inziet van de gewone beweging. Of er is een voedingsprobleem. Maar dan echt meer op de diëtiek gericht. Dat je makkelijk de stap daar naartoe kunt maken. Kampt uw kind ook met overgewicht? Dan kunt u hem of haar aanmelden voor GO via de jeugdgezondheidszorg. Op telefoonnummer 088 355 6000. Of e-mail ggd@vggm.nl onder vermelding van Obesitas Project GO. Aanmelden via de huisarts is natuurlijk ook mogelijk.